Op 14 februari 1995, vandaag dus precies 10 jaar geleden, overleed de journalist, theaterman, recensent, nou, noem maar op, Ischa Meijer. Hij overleed aan een hartaanval. Het was een moeilijk mens, het was een briljant interview. Er is heel veel al over hem gezegd, maar op deze dag natuurlijk wordt er ook weer extra aandacht aan zijn overlijden gegeven. Bijvoorbeeld door David de Jong en Gijs Groenteman. Goedemorgen. Gijs, jij hebt een boek geschreven, het boek Ischa, over Ischa Meijer. En David, jij hebt een radiodocumentaire gemaakt die vanaf donderdag 3 weken achter elkaar wordt uitgezonden. En die heet Ischa Meijer vragenderwijs. Ja, en de hoofdtitel is Hoe was ik? Hoe was ik? Okay. Ja, dat is inmiddels alweer veranderd, ja. Oké, dat blijft allemaal in beweging. Daar zit nog midden in het proces. Ja, precies. Jij bent ook nog niet klaar. Dat boek van jou, dat ligt inmiddels in de winkel. Ja. Dat wordt vanavond gepresenteerd. Maar waarom is het zo belangrijk om 10 jaar na de dood van Ischa nog zoveel aandacht aan hem te besteden, Gijs? Nou ja, het was, zoals jij zegt, het was een buitengewoon briljante figuur. Die ook wel zijn rol heeft gehad in de maatschappij in Nederland. En heel uniek en bijzonder was. En dat soort mensen verdient ook 10 jaar na hun dood aandacht. En een leuk boek. Waarom heb jij het gedaan? Nou ja, ik ben wel van de school van de bewonderaars, zou ik maar zeggen. Dus ik hou gewoon erg van hem. En ik ben gevraagd voor het boek. Ik zou er zelf niet eens aan begonnen zijn, omdat ik het bijna een te groot onderwerp zou vinden. Voor mezelf, ja. Maar, was het ook te groot? Nee, dat bleek het niet te zijn uiteindelijk. Maar dat was mijn bescheidenheid aanvankelijk. Maar ik ben ervoor gevraagd en met heel veel plezier gedaan. En, fantastisch verhaal. En te groot, omdat hij te groot was? Of omdat het is zo'n complexe figuur. Hij heeft, zo briljant als hij was, plus die hele Tweede Wereldoorlog, plus al het gedoe met Joods en zijn ouders en ingewikkeld. Echt een groot onderwerp. Ja. David, voor jou was het natuurlijk ook een groot onderwerp. Ja. Jij gaat er dus 3 documentaires over maken. Waarom wilde jij dat? Ja, omdat hij een van mijn voorbeelden was als journalist en als interviewer. Bij vlagen was hij inderdaad briljant. Ik vond dat hij heel goed kritisch kon doorvragen. Dat heb ik altijd als voorbeeld gesteld. Ja. En ben je een beetje op hem gaan lijken al ondertussen? Ja, weg met dat papier. Ja, precies. Zullen we het eens doen? Nee, dat kan niet, want ik moet zo wat fragmenten voorlezen. Hè? Ja. We hebben het erover gehad, maar jij doet dat ook niet meer met papier. Ja, dat was Ischa Meijer. Ja. Die probeerde dat uit zijn hoofd te doen. Maar hij probeerde ook mensen te ontregelen. Dat was behoorlijk brutaal natuurlijk. Beste. Hoe was dat nou om zoveel mensen... Je gaat hem nu echt nadoen. Okay. Nee, hoe was het nou om zoveel mensen te spreken en om zo in die persoon van Ischa Meijer te duiken? Ja, het was heel... Het geeft je het gevoel dat je een soort god bent. Jij mag bepalen hoe die man eruit komt te zien en zo. Dat is een enorme verantwoordelijkheid ook. Dus het is ook wel heel... Gaat het niet om de waarheid, maar om de subjectieve waarheid van David de Jong dan in dit geval? Ja, uiteraard. Alleen, dat doe ik naar eer en vermogen. En ik probeer toch een soort afgerond beeld van hem te geven. Waarheid bestaat niet, Klaas. Waarheid bestaat niet? Nee, de waarheid bestaat niet. Nee, toch, David? Ik probeer wel om hem zowel als bewonderaar... dus zijn goede kanten neer te zetten... en ook zijn afschuwelijke, zijn rottige kanten. Het was geen die rottige kanten zijn vaak ook veel interessanter. Geen makkelijk mensen. Even een fragment, en daarom heb ik dit papiertje dus nodig... uit jouw boek, Gijs. Ik merkte al dat je niet luisterde, inderdaad. Meijer, hij zegt David. Volgens mij... Dat is een beetje aardig tegen die jongen. Probeer nu iets te veel in die rol te komen. Jeroen Meijer, zijn zoon, die heeft gezegd in jouw boek... je moest afstand houden van Ischa. Als hij door je schild heen brak, dan kon hij genadeloos toeslaan. Daar was ik me altijd van bewust. Deze man moet niet te dichtbij komen, want hij kon niet nalaten om te hakken. Ja, dat was hij dus als persoon, ook als interviewer. Was het echt een naar mens als je hem dichtbij liet komen? Ja, volgens mij kon hij heel gevaarlijk zijn als je te dichtbij kwam. Maar hij had volgens mij ook een enorme warmte, omdat hij heel goed kon luisteren en... mensen zelfs kon helpen met problemen waar ze mee zaten. Ik gaf helemaal niet dat hij naar mens was uiteindelijk. Nee? Nee, nou ja, goed, hij had vrede en gekwelde kanten, zou ik maar zeggen. Maar wat ik opvallend vind en een bewijs dat het uiteindelijk echt naar niet te zeggen is... is dat toch iedereen die ik heb gesproken en ook vrouwen... die hij op de meest verschrikkelijke manier heeft verlaten... en aan hun lot heeft overgelaten. Iedereen spreekt toch met liefde en genegenheid. Ja, maar diezelfde vrouwen noemen hem ook een trouweloze hond. Ja, en toch spreken ze met liefde over hem. En ze hebben en met haat. Haat heb ik niet gehoord. Okay. Nou ja, in ieder geval zeggen mensen, hij is onbetrouwbaar. Hij heeft mij heel onzeker gemaakt. Hij deed alles om... te kleineren. Ik bedoel, misschien is het geen haat, maar echt veel sympathie spreekt daar natuurlijk ook niet uit. Even naar de interviewer, Ischa. Je zei het al, hij,
Hij ontregelde mensen, hij vroeg heel erg door. Laten we eens even gaan kijken naar een fragment uit een legendarisch interview met Annie M. G. Schmid. Je hebt een sterke neiging om je eigen, de data in je eigen leven of te verdonkeren manen of te veranekdotiseren. Of dat mythologisch. Zeker. Ja, dat en laatste. Te mythologiseren ook. Dus je was natuurlijk toch wel een meid met pit, zal ik maar zeggen. Ja, natuurlijk. Dat denk ik wel. Ja, ja. Ja. Maar, wat, vraag ik het nog een keer, wat voor iemand was je dan? Niet een bemoste boomstam, toch? Ja, sorry dat ik zo zeur, maar het is mijn vak. Ik vind wel dat je zeurt, ja. Hoe kan je dat nou van jezelf weten? Als je zegt, als je nu vraagt wat voor mens ben je nu, dan weet ik het ook niet. Weet jij dat van jezelf precies als ze jou vragen, wie ben je nou? Nou, wie je toen was, dat kan je toch achteraf nog wel eens inderdaad pogen te formuleren. Als jij zegt zo, ik was een bemoste boomstam, dan geloof ik dat dus nu niet meer. Was Ischa mij ook niet een beetje overschat af en toe? Want hij was natuurlijk wel heel erg bezig met zichzelf. Hij heeft ook wel eens gezegd, toch wel lastig dat er ook nog geïnterviewden bij mij aan tafel moeten zitten. Ik zou het toch liever in mijn eentje doen. Hij was heel erg op zoek naar wat hij zelf wilde horen. Ja, wat hij zelf wilde horen. Maar uiteindelijk ging dat toch echt over de geïnterviewden. Dus wat dat betreft is dit interview met Annie Schmid het beste voor een heel goed voorbeeld. Omdat ik denk, iedereen die dit gezien heeft, het is sowieso meer dan 10 jaar oud, staat in zijn geheugen gegrift en het ging echt over Annie Schmid. Ja, maar over... dit is, Annie M. G. Schmid is de ene Ischa. Is de Ischa die goed kon luisteren en die... Nou, hij was ook een entertainer, die zijn gasten gebruikte vaak. Yes. Ja. Ja, ook. Soms, maar goed, wilde hij helemaal niet luisteren. Had hij dan was hij een show aan het maken. En wat wilde hij dan? Wat wilde hij als hij niet wilde luisteren? Aandacht, denk ik. Entertainen. Die aandacht had hij hard nodig? Ja, dat denk ik wel, ja. Weet je waarom? Nee, maar... Ja? Ja, nee, je hebt al die mensen gesproken. Je hebt 3 documentaires gemaakt. Waarom zit jij hier, Klaas? Even wedervraag. Ja, aandacht nodig, ijdelheid. Op televisie willen, ego's, op de radio. Maar er zijn nog wel gradaties in. En ik heb het gevoel dat het bij Ischa wel veel sterker was dan bijvoorbeeld bij mij. Ja, het zat denk ik ook in zijn karakter, hoor. Want hij had het al heel vroeg. Zijn vader had het ook. Ja. De hele tijd vroeg hij, wat vind je van dit en dit gedicht... Dus dat ging van generatie op generatie het was wel een over. Strijd. We gaan nog even een ander fragment kijken. Was dat strijd. Was een documentaire, een televisiedocumentaire. En daarin wordt hij geïnterviewd, krijgt hij dus aandacht. Zullen we? Hoor je dit erg? Ja, dat hoor je, ja. Maar dat geeft niet. Je moet ook nooit met blaadjes werken, want het heeft helemaal geen zin. Nee, maar schoon voor het zitten. Ja, dat moet je dus niet doen. Maar, meen je? Wat is zekerheid dan? Wat is zekerheid in een interview? Is toch in een interview is toch niks juist zeker? Maar dat is gewoon zo zit. Dat moet wel heel erg. Dat je schudt dan. Ja, je moet. Kijk, die blaadjes nou eens weg. Daar heb je niks aan. Voor gesprek. Dan kan je geen gesprek voeren. Ja, dan leg je ze hier neer. Ja, leg ze gewoon neer. Kijk, maak je gewoon een tussentijdse balans op een gegeven moment. Dat ben ik vergeten. Ja, het lijkt natuurlijk een chagrijn daar, maar het is wel heel leuk dat hij dat doet met zo'n meisje. En hij heeft het dan wel goed met ervoor, lijkt het. Ja. Dat is leuk en naar tegelijkertijd. Ja. Dat is toch wel wie hij was. Je hoort ook iets vaderlijks, hè, in hoe hij haar benadert. Gijs, jij hebt dus, ik geloof wel 30, 31, 32 mensen gesproken, zoiets. Heb je nou het gevoel dat je hem begrijpt, dat al die kanten van Ischa, dat je die snapt, die charmeur en die vreselijke man, die man die over lijken gaat af en toe? Nou, begrijpen is misschien een groot woord, maar het valt wel allemaal op een plek of zo. Het is wel gewoon één persoon die welke je leest. Plek? Ergens licht ten zuiden van Rotterdam. Het past bij elkaar of zo. Het past bij elkaar. Ja. Nou ja, wij gaan hem ook proberen te begrijpen door bijvoorbeeld het boek Ischa te lezen. Geschreven door Gijs Groenteman. En David de Jong, jij maakte dus 3 documentaires vanaf aanstaande donderdag... vanaf 10:10 op 747 AM. Klopt, hè? Ik dacht 10:00. Maar... Oh, 10:00. Nou, en vanavond nog een televisiedocumentaire ook. Ik dank jullie wel. Wij zijn zometeen bij je terug, maar eerst is hier het journaal met Jeroen Overbeek. Tot zo.